Als je naar de training kijkt, lijkt het een doodnormale donderdagochtend. Toch is niet alles normaal, want FC Dordrecht heeft gisteravond voor een grote sensatie gezorgd door Eredivisionist Willem II uit te schakelen in de KNVB-beker. Ja, het ging wel goed. En ik denk dat we als team ook stap hebben gemaakt de afgelopen tijd. Dus het ging gewoon goed. Ik vind dat wij gewoon een hele goede selectie hebben. Meerdere malen gehoord van de week van we hebben niks te verliezen. Nou, ik vind dat we alles te verliezen hebben. Kijk, wat leuk is dat Willem II heeft in de Eredivisie het spel niet hoeven te maken. En hier moeten ze in één keer tegen ons het spel maken. Nou, dat betekent dus dat je ruimtes weggeeft. Heb ik ook doorgesproken met die groep. Wij krijgen dus ook op papier een sterkere tegenstander. Hoe gaan wij daarmee om? En ligt die ruimte er, moet je gaan voetballen. Dat hebben we gedaan. Je zou denken dat je voor zo'n wedstrijd het team anders moet voorbereiden. Maar misschien is juist het geheim om tegen zo'n sterke tegenstander van je eigen kracht uit te gaan. Wij hebben getraind zoals we altijd trainen. En de voorbereiding naar de wedstrijd toe is hetzelfde geweest. Het is alleen een bekerwedstrijd. Dat betekent dus dat je, als je die verliest, ben je uitgeschakeld. Dat is het enige verschil wat je hebt dan als je tegen Willem II speelt. Maar de voorbereiding was hetzelfde. Wij passen ons niet aan. We gaan uit van onze eigen spelwijze. En dat is wederom is dat weer goed uitgepakt. Financieel gezien heeft FC Dordrecht een kleine begroting. Toch heeft Marco Bogers, de manager van FC Dordrecht, een goed team weten te vormen. Die haalt elk jaar weer met een minimale begroting hele goede spelers. Jonge spelers, talentvolle spelers. En ja, dat is chapeau hoe hij het voor elkaar krijgt elk jaar. Dus dat komt helemaal op zijn konto. Door deze winst bekert FC Dordrecht verder. En de volgende tegenstander komt donderdagavond laat uit de koker. Als er wordt geloot voor de derde ronde van de KNVB-beker. Ik hoop op een amateurclub thuis. Dan heb je de meeste kans om een ronde verder te komen. Het is geen garantie, hè, want je moet hem eerst winnen. En gebleken is dat er toch een aantal BVO's uitgeschakeld zijn door amateurclubs. Dus het verschil is allemaal niet zo groot. Maar ik hoop wel op een mooie tegenstander thuis. En het liefst nog één. Ik wil ver komen in de beker. Dat levert alleen maar positieve publiciteit op voor de club. Ook naar de spelers toe. En dan Feyenoord uit of zo. Dat zou mooi zijn. Ik hoop eigenlijk een amateurclub. En dan nog het liefst gewoon hier thuis.